Hallo allemaal, welkom in Helmond. Ik ben Jermaine de Rosario, we staan tegenover restaurant de Rosario. En ik ben vandaag uitgedaagd door Helmond Marketing voor de challenge vegan or not vegan. Laten we gaan. Toen ik op de Steenweg begon, deed alles stapje voor stapje. Is altijd zo mooi, dan ga je vertellen dat je met minder vlees en vis gaat werken en in één keer roept iedereen dat je vega gaat koken. Maar dat is not the case. Gewoon bewuster werken. Daarom vind ik dit ook een superleuke uitdaging. Oeh, ik zie dat de deelnemers eraan komen, dus ik ga die extra pittige hapjes snel afmaken. Dus we gaan ze laten schrikken. Ik ga snel de keuken in, ik ga het afmaken. Mijn naam is Puk, ik ben 23 jaar en ik hou van auto's en vooral heel lekker eten. Ik ben Mohamed Shahim, ik ben Helmonder en lid van het Europees Parlement. Ik ben Miet van Miet, dames en heren Moorden, op de Markt 52. Hoi, ik ben Jip, ik ben 19 jaar en ik hou van schilderen. Ik zal mijn bril afzetten. Dit is het eerste gerechtje vanuit Manchoba. Hadden wij een concept, de Little Gorilla. Gorilla is natuurlijk een vegan pur sang. En op die manier hebben wij nieuwe gerechten ontdekt. En dit is daar eentje van. Die serveer ik nou wel bij de Rosario. Maar deze is daar geboren. Kom maar je mond open. Nee, nou komt hij serieus. Nou, kom. Iets heel kokans. Ik denk een soort amuse. Maar wat het precies is, het is wel iets met vlees. Iets met witlof? Of zit ik er helemaal naast? Maar ja, wat het precies is, daar kan ik mijn vinger niet op leggen. Heel Aziatisch ook, maar ik denk juist omdat ik zoveel proef, dat het iets, een twist van vegan heeft. Opent zich helemaal op een beetje. Dat is een sluitschutter. Lekker. Lastig bij deze. Ik zou het zeggen dat het vlees is, maar het is vegan. Ja, dit is echt niet normaal lekker, sorry. Ook qua textuur, die bite en zo, weet je wel. Gewoon even. Ja. Een bitterbal. Dan laag je erom en dan maak het af. Een beetje stoofvleesachtig. Ja, dat is gewoon vlees. Ja, ten eerste was het heel lekker, ja. Wat denk je? Vis, vlees, vlees. Ja, van die laatste vond ik het echt op vlees lijken. Dus ik denk vlees. Ja, alles was vegan. Alles, ja, tof. Ja. Heel tof. Allemaal, oké. Oh wow, dat vind ik wel echt knap. Want vooral die laatste, ja, dat leek op stoofvlees. Ik het allemaal goed. Ja. Nou, ik zou hier wel vegan gaan eten. Ja. Ik ben over het algemeen niet van vegan, maar hier wel. Ja, zeker,